Tool 2, Mixed Stickings, applicatie 1. Mixed Stickings wil eigenlijk zeggen dat je andere patterns of figuurtjes gaat spelen dan de single strokes. De meest logische die zou volgen naar de singles zijn de doubles. En de doubles, dat zijn is natuurlijk het figuurtje wat je ook kan uitbouwen naar een roffel. We weten allemaal de single stroke roll en de double stroke roll. Naast de double stroke kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een figuurtje in 3. Dat is rechts, links, links. Het volgende figuurtje zou zijn een figuurtje van 5. Rechts, links, rechts, links, links. Het volgende figuurtje zou dan bijvoorbeeld een figuurtje in 7 kunnen zijn. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. En we kunnen dit spel natuurlijk uitbouwen met paradiddles. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Maar ook andere combinaties die gespiegeld zijn, zoals rechts, links, links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, links. Bijvoorbeeld. De eerste applicatie die je dan kan doen met deze mixed stickings is feitelijk dat je ook weer een groove gaat spelen. En bijvoorbeeld in 16e of 16e triolen, wat je prettig vindt, 8e triolen als je in een shuffle zit. En dat je vanuit die groove naar een fill toe gaat en die figuurtjes gaat mixen. Dus ik ga een aantal van de figuurtjes waar ik het net over had, ga ik in de fill verwerken. En ik begin daarbij op de snare drum. Tweede applicatie zou zijn dat je, en dan haal ik er eventjes 3 figuurtjes uit, bijvoorbeeld de rechts dubbel links, rechts links rechts links links en rechts links rechts links rechts links links. Dus figuurtje van 3, 5 en 7. En de reden dat ik die pak is omdat we in de tweede applicatie toe kunnen naar rechts over de set en links op de snare drum. Waarbij rechts heel duidelijk de accenten gaat spelen op de toms. En links mooie ghost notes blijven op de snare. En dan heb je zoiets als dit. Ook weer in een groove. De volgende applicatie, dat is applicatie 3. Dan gaan we naar het verhaal wat we hier over de toms deden met rechts. Dat gaan we spelen op het cymbal. En ook daar gaan we weer bij elke cymbal hit een bassdrum eronder spelen of erbij spelen. En in dit geval gaat links over de set. Hierbij is het belangrijk dat de ghost notes die je op de snare speelde nu geen ghost notes worden, maar eigenlijk full power gespeeld worden. Dus dat klinkt dan meer als dit.
kan je dat als volgt toe gaan passen. Vierde applicatie zou ook weer kunnen zijn dat je het in een solo setting of een wat vrijer setting gaat spelen. Ik ben er wel altijd voor dat je iets doet met een context qua timing, achtes of kwarten op de hi-hat. En ik ga gewoon wat spelen en door elkaar gooien en dan krijg je een idee van hoe dat werkt. Nou zijn dit eigenlijk patterns waarvan je weet een groepje van 3, een groepje van 5 of 7 of dubbels. Dus het zijn eigenlijk rudiments. Dus wat nog een andere optie zou kunnen zijn, is dat je de handen simpelweg echt vrij laat en zegt het maakt niet uit of ik 5 slagen met rechts speel, 3 met links en het op allerlei manieren afwissel. Bijvoorbeeld. Experimenteer met verschillende patterns. Misschien krijg je nog allerlei andere invalshoeken of ideeën die je zelf over de set kan spelen. Kijk of je het in time kan plaatsen. Dus 16e, 1e en 2e en 3e en 4e en of een andere nootwaarde. Speel het altijd in een groove. Hi-hat erbij en gooi alles gecombineerd door elkaar. Succes en tot ziens bij tool nummer 3.